mijn lieve Soul Searchers. Mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor de volle maan in Vissen, aankomende 31 augustus. Het is een super volle maan, het is de helderste maan van volle maan van het jaar. Dus hopelijk zijn er niet te veel wolken en kunnen we haar zien schitteren. Zij staat dus het dichtst bij de aarde, waardoor ze nog groter en nog mooier is. En het is een blauwe maan. Once in a blue moon. Een blauwe maan gebeurt één keer in de 2,5 jaar. Dat staat voor dingen die zelden of nooit zullen gebeuren. Ja, ja, dat gebeurt één keer in de blauwe maan zeker, zoiets. Dus, nou gebeurt dat wel regelmatig, wat ik zeg, om de 2,5 jaar. Dat is eigenlijk omdat de maancyclus, 27 dagen, is ongeveer, terwijl dat onze maanden 31 of 30 dagen zijn, waardoor we één keer in de 2 jaar hebben we, of 2,5 jaar, hebben we 13 volle maanen in plaats van 12. En dat is dus nu. Dat staat ook voor het feit dat we dus twee volle maanden hebben in 1 maand. We zijn begonnen op 1 augustus met een volle maan en we eindigen de maand augustus op 31 augustus met nog een volle maan. Dus tot zover een extreem krachtige maan. Gevoelig en wel, want in Vissen. Vissen is het laatste sterrenbeeld van het dierenriem. Dus dit is absoluut een tijd van afrondingen, eindes, karmische eindes, afrondingen van lange cycli. En daarbij komen er vaak angsten boven water, gevoelens boven water, want eindes creëren wel wat angsten. De maan in Vissen zit hier wel goed, gevoelig en wel, intuïtief. Wilt graag tot rust komen, wil graag even alleen zijn, cocoonen. Hierbij vertrouwen wij meer op ons gevoel, op onze intuïtie. Dus wees lief voor jezelf, luister naar je lichaam en naar je gevoel. En geef jezelf hetgene wat je nodig hebt op dat moment. Tegelijkertijd hebben we de zon in maart, dat veel analytisch en rationeler is daarin. Maart staat voor de dagelijkse routines, de dagelijkse handelingen, de praktische zaken die gebeuren moeten. Analytisch. Mm-hmm. Dus we hebben hier een beetje een disbalans, of ja, een balans te zoeken tussen de praktische dagelijkse zaken, verantwoordelijkheden die we hebben, tegenover de dromen, gevoelens en intuïtie die er ook sterk aanwezig is. Dus hier een balans proberen te zoeken tussen onze dromen en welke praktische stappen gezet mogen worden om meer te komen richting onze droom, ons droomleven, onze hogere zelf. Dichter bij ons gevoel en intuïtie. Daarbij hebben we heel veel planeten die retrograd aan het gaan zijn. Tegen begin september gaan er 7 grote planeten retrograd van de 12. Dus dat is best heftig. Het is voornamelijk een periode dan van pauze, pas op de plaats. Oké, analyseren. Wat werkt er wel? Wat werkt er niet? Herbekijken, heroriënteren, herinrichten. Opnieuw plannen, misschien op een andere manier. Dus het is een beetje een pas op de plaats energie. We hebben Neptunus dat in Vissen staat, retrograd. En dat spreekt over het loslaten van wat energetisch eigenlijk jou in de weg staat. Neptunus is heel spiritueel en is helemaal thuis in Vissen. Spreekt over intuïtie. En dus wat moet je loslaten wat jouw spirituele, persoonlijke groei, ontwikkeling doet stagneren, tegenhoudt. Een heel mooi moment om eigenlijk van spiritualiteit een dagelijkse praktijk te maken. En dat betekent niet dat je iedere dag om 5 uur moet opstaan om zonnegroetjes te gaan doen, 3 uur te mediteren. En dat hoeft allemaal niet, maar het is wel eigenlijk supergoed om, al is het maar kleine momentjes op een dag te implementeren, om meer in contact te komen met jouw intuïtie, met je gidsen. Ze proberen je van alles te vertellen, maar je moet er wel voor openstaan om die berichten te ontvangen. Via je dromen, via meditatie. Dus kleine dingen zoals, ik weet niet of je orakelkaarten hebt of tarotkaarten, maar 1 kaartje trekken iedere dag. Daarvoor ga je even zitten. Daarmee kom je al in een andere trilling, in een andere frequentie. Pak een kaart, kijk daarnaar. Doorvoel wat het voor jou probeert te vertellen en kan betekenen. En neem dat de hele dag door verder mee. Het hoeft absoluut niet met kaarten te maken te hebben, maar dat kan ook gewoon inderdaad even 5 minuten mediteren, even ervoor zitten. Meditatiemuziek als achtergrond hebben 's ochtends, om even toch in contact, in tune te komen met een andere frequentie. Yoga, absoluut altijd goed. Echte meditatie, wandelen in het bos, in de natuur. Probeer iedere dag iets te doen om meer in contact te komen met je hogere zelf, je gidsen. Want we worden ontzettend geleid momenteel. En
vertrouw er ook op dat ook de obstakels, de vertragingen, de rare dingen die gebeuren, dat je denkt van, maar ik ben toch op de goede weg. Waarom krijg ik dan nu ineens nog een tegenslag? Is dat het universum dat mij vertelt dat ik niet goed bezig ben? Is het universum dat mijn doorzettingsvermogen aan het testen is? Wat is dit eigenlijk? Vertrouw erop dat alles een reden heeft. Die tegenslag kan jou in contact brengen met andere mensen, waardoor je misschien tot nieuwe oplossingen kan komen. Slecht nieuws kan uiteindelijk hele positieve uitwerkingen hebben. Op een hele onverwachte manier. Dus vertrouw erop dat je geleid en begeleid wordt. En als je het even niet weet, pas op de plaats. De antwoorden komen eraan. Nieuwe inzichten komen eraan. Die zullen meer richting de nieuwe maan in maart komen. Midden september. Ik moet zeggen, we hebben tussen vissen en maagdenergie, dat zijn voor mij de twee cocooners van de dierenriem. Het dierenriem. Dus vissen is graag thuis en cocoonen. Maagd is de introspectiekaart sterrenbeeld, dat analyseert, soul search, zich terugtrekt en graag alleen is. Dus geef jezelf inderdaad ook die me-time momentjes om je even terug te trekken. En introspectie te doen. Wat wil je nu eigenlijk? Wat past er nog bij jou? Wat past er niet? Wat moet je daarvoor loslaten? We hebben Saturnus, dat ook retrograad staat, ook in vissen. En deze is heel serieus, verantwoordelijk. Is een beetje de baas van de sterren. Die inderdaad zegt van, ja, maar wat moet er gebeuren om los te laten, om dingen te beëindigen? Dit is een karmisch einde dat we hier meemaken. En ieder op onze eigen front, manier, in een ander domein in ons leven. Dit is een karmisch einde, maar daarvoor moeten er praktische zaken plaatsvinden. Je moet je zaken op orde brengen. Er moeten dingen gebeuren die niet per se leuk zijn om te doen. Hè? Weet ik veel, je administratie, je boekhouding, de dingen die je hebt uitgesteld. Dokter en tandartsafspraken die we al een hele tijd weten dat we moeten doen, maar toch niet zo leuk. Het is nu het moment om eigenlijk je zaken op orde te brengen, je verantwoordelijkheden te nemen, de volwassen persoon te zijn en niet meer weglopen van de realiteit, om vooruit te kunnen komen. Voor de rest, ja, Venus nog steeds retrograd in Leeuw tot 4 september. Dus hier zijn we nog steeds zowel de financiën als de relaties een beetje op de balans aan het gooien, waardoor er inderdaad veranderingen plaats kunnen gaan vinden aan het einde van deze retrograad, dus midden september. Mars zit in weegschaal. Deze gaat niet achteruit, vooralsnog. Ik weet niet of hij dat gaat doen, volgens mij niet. Maar Mars in weegschaal blijft wikken en wegen. Ja, maar dit zou kunnen, maar dit zou ook kunnen. Ik weet het even niet. Ik wil iedereen tevreden stellen, maar het is altijd moeilijk als je een beslissing moet nemen. Niet iedereen zal er blij mee zijn. Dus we blijven even wikken en wegen. We blijven het overwegen. Mars is niet echt klaar voor actie. Dat gaat later komen. Waarschijnlijk wanneer we september, oktober eerder uit de retrograad fase komen. En waar met eclipseizoen in Schorpioen. Dus dan is het echt definitieve eindes van dingen die we op de langere termijn hebben opgebouwd. En dat kan een huis, een gezin, een familie, een job, een carrière, een levensfase. Dan zijn we hier aan het afronden. Maar dit is nu even de pas op de plaats van, oké, er borrelt van alles. Want ik heb dromen, maar ik moet ook een praktisch plan hebben om die dromen te realiseren. En daarvoor moet ik bepaalde stappen zetten die ik misschien helemaal niet leuk vind om te doen. Maar probeer toch wel de afspraken te maken bij de dokters en laat je helpen als je verslavingen wilt verhelpen, genezen. Want dit is absoluut een heel mooi moment om verslavingen en slechte routines, dagelijkse routines, te helen. Focus ligt absoluut op de gezondheid met maagdenergie. Als je een diagnose hebt gekregen, vraag een second opinion. Dan kan je nieuwe informatie geven die je misschien niet had verwacht. Dus ja, geef je even over als je het niet weet. Weet dat je goddelijk geleid wordt. Probeer te mediteren en een beetje een spiritualiteit, een praktische dagelijkse routine van te maken. Zodat je veel meer in contact komt met je hogere zelf. Ik ben benieuwd wat de tarot hierover te vertellen heeft. Dus we gaan het meteen even zien. Het is een algemene reading. Dus neem wat voor je past en laat de rest liggen. Dit geldt voor iedereen, niet alleen voor de vissen. Vissen zullen het uiteraard het meeste voelen. Maar we hebben allemaal vissen in een bepaald domein in ons leven. In ons geboortehoroscoop. Dus ieder op onze manier gaan we dit voelen.
Kijk naar de sterrenbeelden, de readings die ik heb gedaan voor de maand september. Ze staan allemaal online. Ik zal de link hier aan het einde van de video toevoegen. Evenals misschien augustus nog even terug bekijken. We zijn nu eind augustus. Leuk om even terug te kijken. Vaak is het uitgepakt op een andere manier dan we in eerste instantie hadden verwacht. Dus ja, misschien leuk. Like, deel, abonneer, klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik zal het nog een keer zeggen, maar abonneren heeft dus niks meer of is niks meer of minder dan zeggen dat je mij volgt. Dat je het kanaal leuk vindt en dat je dat volgt. Je bent nergens vast aan. Je moet niks betalen. Het is gewoon eigenlijk, hierdoor krijg je een melding als je dat wilt, als je dat belletje aanklikt. Dat je op de hoogte wilt blijven wanneer ik nieuwe video's post. Voor de rest laat je mij gewoon, help je mij het kanaal doen groeien. En dat is het enige. Ik ben bijna aan de 14.000. Ik moet er nog maar 200 volgens mij. Dus het zou zomaar aan het einde van einde september kunnen zijn. En ik had beloofd om live te gaan op YouTube. Dus spannend. Het komt dichterbij. Dus help me naar de 14.000. Klik op het belletje. Ja, en we gaan zien. Voor het collectief, voor de 31 augustus, volle maan. The ones in the blue moon. In vissen. Wat is de belangrijkste energie voor deze volle maan voor het collectief? Een volle maan in vissen, wat mag ik weten? Wat is de belangrijkste energie? Mag ik weten? Dank u. Een nieuw leven. Naar de zee, de waarheid en glinstering. Oké. Zielsverwanten. Deze volle maan kan ook absoluut soulmate-connecties bijeenbrengen. Nieuwe ontmoetingen met soulmate-connecties teweegbrengen. Als je een vraag hebt over iemand, is dit mijn soulmate? Het antwoord kan op deze volle maan absoluut een ja zijn. Ik heb een nieuw leven. Een ontpoppen uit het ei. Ja. Hier heb je een bepaalde persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt, waardoor je een nieuw leven voor jezelf aan het creëren bent. Dit is een ontwakening, dit is een nieuwe jij. Een nieuw leven. Oké. Ja, dat kan effectief wel wat angsten en gevoelens met zich meebrengen. Naar de zee. We varen naar rustige waters. Misschien leuk om naar de zee te gaan. Of water opzoeken. Deze kaart spreekt voor mij meer over je gedachten op één lijn hebben. Weten welke richting je op wilt. Waardoor het allemaal rustiger voelt in het hoofd. Het schiet niet meer alle kanten op. Behalve de goede. Nee, hier heb je het allemaal helder. Je weet wat je wilt. Daarvoor moet je misschien wat praktische zaken op orde brengen. Maar daardoor creëert het allemaal wel wat rust. We weten dat we de juiste kant op gaan. Richting een nieuw leven. Ik heb de waarheid. Hier heb ik een hele wijze uil die maskers overstijgt en de waarheid vertelt. Hier, het hart staat open. We zijn hier open en eerlijk. Misschien gesprekken hier die eerlijk en eerlijk zijn. De waarheid uitspreken. Je kan spreken over de waarheid die boven tafel komt als we van alles hebben voor ons hebben behouden. Een masker hebben voorgehouden. Nee, het gaat goed met mij ondertussen. En nu is het eigenlijk, ben ik niet gelukkig? Of is dit niet de job van mijn leven? Ik wil een nieuw leven, eigenlijk. Dus hier is het tijd om jouw waarheid uit te spreken. Je hart te openen en wat je voelt ook uit te spreken. Walk your talk. Wat je zegt ook doen. Wat je voelt ook zeggen. Oké. En glinstering. Niet alles dat glinstert is goud. Hier heb ik die maskers. Die maskers worden hier wel overwonnen, overstegen. Glinstering kan spreken over, er kan niet zijn dat er fantastisch uitzag. Veel te mooi om waar te zijn. Ja, meestal als het te mooi is, lijkt om waar te zijn, is het vaak ook zo. Dus probeer voor beide maskers van de illusie te kijken. Probeer jezelf ook niet te veel te beschermen. Spreek je waarheid uit. Glinstering. We gaan het zien. Wat is de energie voor het collectief voor deze volle maan in vissen? Drie dagen ervoor, drie dagen daarna is dit al voelbaar. Dus we beginnen eraan te komen. Volgens mij valt het op woensdag, donderdag. Donderdag. De vier van pentakels en de intuïtiekaart met de hoogpriesteres. Heel veel intuïtie hier. Wij weten diep van binnen van alles. En toch houden we koppig vast aan, ja, maar dit is van mij. Dit is mijn rust, mijn stabiliteit, mijn financiële zekerheid. Ik laat dit niet los met de vier van pentakels. Deze twee tezamen kan spreken over inderdaad achterdocht. Ik vertrouw het niet. Het ziet er wel heel mooi uit, maar ik vertrouw het niet helemaal.
De vier van pentakels kan ook spreken over het verlies van een bepaalde vorm van status, macht, positie, geld. Intuïtief weten we iets, maar daarvoor moeten we misschien iets loslaten dat geld kost. Een stabiliteit loslaten om onze intuïtie te volgen, ons innerlijk weten. Oké. Wat is de uitdaging? Uitdaging genoeg? De magier. Een nieuw begin creëren. Je hebt alles in eigen hand hier om je eigen realiteit te creëren. Nieuwe dingen te manifesteren. Een nieuw leven te maken hier. Magische krachten. Maar het is de uitdaging. Gebruik ze. De zon. De gelukkigste kaart van de dekleeuw. Energie. Hier hadden we ram en vissen. Ah ja, vissen. Ja, voilà. Hier ondersteboven. En de vier van kelken. We hebben hier inderdaad vastgehouden aan iets zonder succes. Dat emotioneel geen voldoening gaf. De schone schijn voorgehouden, effectief, die zei ik net ook met de zon. Onszelf misschien overschat, de situatie overschat. Met de zon kan dat spreken een beetje over ego. Het is tijd om los te laten hier, dat waar we koppig aan hebben vastgehouden. En een nieuw begin te creëren, maar dit keer niet meer vanuit... Let op dat je jezelf niet overschat, of je financiën in dit verhaal... We zijn hier iets nieuws aan het creëren, maar daarvoor moeten we iets loslaten. Dat geen succes brengt, dat geen voldoening met zich meebrengt. Want hier houden we koppig vast aan iets zonder succes. En we houden we schijn voor. Wat is het advies? Ja, de negen van kelken. Dromen komen waar. Een droom die uitkomt. Dit is inderdaad... Goh, ik heb dat zo nooit gezien. Want hier heb ik bij de magier... Die is aan het alchemizen met zijn handen. Die maakt van alles. En hier heb ik die handen ook weer. En het universum, de kosmos, echt tussenin. Hij heeft het universum in zijn handen. Manifesteert en creëert. Waanzinnig. Nog nooit zo gezien. Ga je dromen achterna, zou ik zeggen, met de negen van kelken. Ik heb een droom die uitkomt. Maar daarvoor moeten we wel de juiste stappen zetten. Loslaten wat geen toekomstperspectief niet meer biedt. Uitzichtloos, geen succes kent, een stabiliteit wellicht. Dat veel te veel energie kost, dat all work, no play is. Waar het hart niet meer helemaal in zit. Ik heb hier een nieuw begin, tastbaar en concreet. Daarvoor kan er een contractbreuk, een iets officieels losgelaten worden. Een langere termijn connectie, een huwelijk. Maar hier gaan we richting de ultieme emotionele voldoening. Deze kan de emotionele voldoening al alleen zijn. De negen van kelken is vervulling alleen. De tien van kelken is samen. Maar we kunnen ook pas gelukkig zijn samen als we het binnenin ons voelen. Oké. En wat is dan de uitkomst? De hoogpriester, de aas van pentakels, tuurlijk, die had ik net ook. En de balans, Gematigdheid, ja, we komen er wel. Met tijd en geduld vinden we hier een heel mooi compromis, een hele mooie balans. Ik heb hier twee gezichten die samen smelten. Dus dit zou kunnen spreken over een soulmate connectie dat samenkomt. Voor mij is dit de tweelingzielenkaart samen met de geliefde. Maar soulmate kaart, mensen die op elkaar lijken en daar zo samen smelten. Als dit een contractbreuk is, een scheiding, vinden we op termijn met tijd en geduld, met een beetje water bij de wijn te doen, een hele mooie balans, een compromis voor het einde van iets met de hoogpriester. En met de aas van pentakels, een heel nieuw leven, een nieuw begin, tastbaar en concreet. Een nieuwe job, een nieuw begin. Een nieuw huis, een nieuwe plek, iets dat je kunt vastpakken. Iets dat de tand destijds zal overwinnen met tijd en geduld. De hoogpriester ondersteboven stierenergie kan spreken ook over het onconventionele. De dingen niet doen zoals de maatschappij van ons verwacht, maar gewoon op een andere manier een andere weg vinden. De hoogpriester kan soms spreken over een identiteitscrisis. Waar we hier met tijd en geduld een mooie balans vinden, waardoor we een nieuw begin kunnen creëren. Er zijn de laatste 2-3 jaar zoveel veranderingen die plaats aan het vinden zijn in ons leven, dat we een nieuwe identiteit aan het creëren zijn, ieder op onze eigen manier. Ik heb wel veel om mij heen, mensen die 20, 30 jaar getrouwd zijn geweest en nu ineens single zijn, al een tijdje. Maar ja, dat is een nieuwe jij. Dit is een nieuwe jij die moet
die je ontwikkelt, die je weer terug moet leren kennen. Een nieuw leven. Maar ja, wie ben ik in dit leven en wie wil ik nog zijn? Dus we komen hier met tijd en geduld en een beetje water bij de wijn tot een nieuwe identiteit wellicht. Een nieuw begin. Dan zou het kunnen zijn dat je je daardoor laat helpen of begeleiden, maar niet op een conventionele manier. Niet zozeer door een energetische healing, door een therapeutische... spirituele coach. Niet zozeer de psycholoog, maar op een alternatieve manier. Oké. Wat mag ik weten voor deze hoogpriesteres die dan wel iets niet vertrouwt? Of dan wel de intuïtie volgt en daardoor iets loslaat waar we koppig aan hebben vastgehouden. Verklaar de energie voor deze volle maan. De hoogpriesteres en de vier van pentakels. De zeven van pentakels. Oké, ik heb hier een beetje... iemand hier wakker ligt. Kopzorgen, angsten, slapeloze nachten. En met de zeven van pentakels... een beetje angsten over... Maar wanneer krijg ik het antwoord? Wanneer krijg ik reactie? Wanneer krijg ik... de boodschap, zodat ik het los kan laten hier en uit het hoofd kan komen met de ster Waterman energie. Ik heb van de ene kant heel veel heling en hoop naar de toekomst. Een sprong in het onbekende, dit is inderdaad richting een nieuw leven. Wellicht is er inderdaad nog een antwoord van iets of iemand dat op zich laat wachten, dat eigenlijk nog een strijd aan wilt gaan voordat hij het antwoord geeft. Er is hier een beetje zorgen over een trage reactie. Wel, ik zeg, wanneer krijgen we nu het antwoord, zodat we richting die droom kunnen gaan? En daar liggen we hier een klein beetje wakker van. Voor de achterdochtigen onder ons, kan het zijn dat er tekenen zijn inderdaad die jou waarschuwen van, goh, die persoon die reageert traag, die antwoordt niet veel, ik weet niet, klopt dit wel? En dat brengt bepaalde angsten boven water, wellicht flashbacks uit het verleden, waardoor we even wakker gaan liggen en echt zoiets hebben van, oeh, maar heb ik nu wel hetzelfde, ben ik dezelfde personen weer terug aan het aantrekken? Dat hoeft niet per se in de liefde, dat kan op alle fronten zijn. Maar ik heb hier een droom. Hoop naar de toekomst, maar er is iemand die hier zwijgt, waardoor we ons een beetje zorgen maken hier. Waardoor we de dingen niet helemaal vertrouwen. Voor anderen heb ik het loslaten van een status, een stabiliteit, een positie, een financiële stabiliteit. Dat we hier aan het loslaten zijn omdat we onze intuïtie volgt, maar we liggen daar een beetje wakker van. Want we hebben het hier plat geanalyseerd, wat willen we niet. We weten wel ondertussen intuïtief wat we willen, maar er is heel veel hoop. En toch liggen we wakker. Oké. Verklaar de uitdaging. Manifesteer dus je mooiste dromen. Je hebt alles in eigen hand. Daarvoor, voor mijn gevoel, moeten we de schijn hier loslaten. Goedemorgen. De zegenwagen, de aas van kelk en de zes van pentakels. Ik heb hier inderdaad een nieuw begin. Op spiritueel niveau. Op liefdesniveau. Dit kunnen nieuwe vriendschappen zijn. Nieuwe liefdesrelaties. Professioneel kan dit absoluut zeggen, zijn jouw levensmissie najagen, je hart volgen. Met de zegenwagen, boogschutter energie, de teugels in eigen handen nemen, vol gas vooruit. Dit is die Saturnus in Vissen retrograad dat hier zegt van, maar jij hebt de controle over jouw leven. Jij bent de enige die je hart kan volgen. Jij moet de zaak op orde brengen. Jij hebt het in eigen hand hier. En met de zes van pentakels, we moeten een balans vinden tussen wat je geeft, wat je ontvangt. In de uitdaging zou je kunnen zien dat het dus niet per se een balans is. Je geeft te veel, je krijgt er te weinig voor terug. We moeten een balans vinden om te verhuizen, om te verplaatsen, om te reizen. De zes van pentakels kan spreken over goede karma opbouwen. Wat je geeft, krijg je terug. Een balans vinden, je energie verdelen. Dus wat heb ik hier? Sowieso in de uitdaging is het is de uitdaging om de teugels, de controle te nemen hier. Vol gas vooruit te gaan. Je hart te volgen. Het is een uitdaging omdat we tegelijkertijd nog
een beetje vasthouden aan iets dat geen succes brengt, dat geen emotionele... Ik heb hier twee verschillende situaties voor mijn gevoel. Een situatie waar emotioneel... En daartussenin een balans proberen te vinden. Want ja, we moeten dan toch nog een beetje energie geven. Want het is nog niet helemaal afgerond. En ondertussen kunnen we ook al een beetje genieten van de leuke nieuwe dingen die eraan komen hier. Een balans vinden. Oké. We verklaren het advies, de 9 van Kelken. De droom die uitkomt, richting je dromen gaan. Sowieso blijf dromen. Luister naar je dromen, schrijf ze op. Zodat er kunnen heel veel... Oké, dit zie je niet aankomen. Ik heb hier een torenmomentje. Het is alsof er een droom die uitkomt... plotseling, op het moment dat je het niet verwacht... Met de 6 van Kelken, we laten daardoor het verleden totaal los. Een soulmate connectie los, een plek waar we zijn opgegroeid los. Een karmische deel van jouw leven los. En met de schildknaap van Pentakels, hier heb ik een pril nieuw begin. Als dit in de liefde is, is dit inderdaad iemand die iets wilt opbouwen. Langzaam maar zeker, die leergierig en nieuwsgierig wilt groeien in deze connectie. Dit kan jij zijn die een opleiding, een cursus volgt... of leergierig, nieuwsgierig, een nieuw begin voor jezelf creëert. Nieuwe zaadjes plant. De toren in het advies met de 9 van Kelken. Dit kan absoluut spreken over een ontwakening. Een epiphany, een klik die je maakt in je hoofd... dankzij een droom die je hebt, dankzij een ingeving die je krijgt... waardoor je het ineens... Nu weet ik wat ik wil. Ik weet wat ik niet meer wil, maar nu weet ik wat ik wil. En dat creëert een heel nieuw leven, een nieuw begin. Waarin je inderdaad, wat ik zeg, leergierig en nieuwsgierig stappen zet. Ik wil toch even kijken naar die toren. Ja, er kan liefde zijn dat binnen strompelt. Of binnen... Nee, dit is niet strompelen. Dit is plots, onverwachts. Wereld op zijn kop, verklaarde toren. Waardoor we het verleden moeten loslaten richting deze droom. De maan, kreeft, vissen, energie, hierondersteboven. De dwaas en de zenuwen, zwaarden. Voor sommigen kan dit inderdaad een nieuw begin in de liefde zijn. Dat jouw wereld op zijn kop zet. Waardoor we emotioneel ineens helemaal in de war zijn. Dat jouw indoet laat zien dat je emotioneel eigenlijk al heel lang vasthield aan iets dat jou emotioneel niet vervulde. Je hield de schone schijn vast voor en... Met de 7 van zwaarden kan... Ja, soms kan het spreken over liegen en bedriegen. Misleiding, manipulatie... En met de dwaas, dit is een heel nieuw begin, een nieuw leven, een nieuwe sprong in het onbekende. Dus ik heb hier iets dat gebeurt, wat of dan wel intern gebeurt, dus een soort van, wat ik zeg, een klik, een epiphany van, oké, ik vertrouwde hier al iets niet, nu is het duidelijk. Ik word hier misleid, ik word hier gemanipuleerd, ik word hier aan het lijntje gehouden, het is tijd voor iets nieuws. Voor anderen heb ik eventueel een nieuw persoon, dat binnenstormt, dat een bepaalde verwarring met zich meebrengt. Dat je indoet laat zien, ja, ik krijg niet uit mijn in laat zien, dat je niet gelukkig bent in een bepaalde situatie, daar kop je aan vasthield, lawakker van lag, nog andere hopen en dromen had. Maar hier, wat je manifesteert, komt uit. Klaar is de schildknaap van Pentakels. De keizer ondersteboven. Ram energie, de koningin van staven. Voor anderen weer, ja, kan dit... de zegen maar. Dit kan ook absoluut een professionele tegenslag zijn. Het universum dat je inderdaad een klap in je gezicht geeft hier... vanuit een instantie, een bedrijf, een... officiële structuur,
wat best wel wat onzekerheid met zich meebrengt. Er is hier iets dat niet tot een succes wordt gebracht. Waardoor je een heel nieuw leergierig traject aangaat. Waardoor je een verleden los moet laten hier. Ja, dit brengt angsten met zich mee. Heel veel gevoelens en verwarring. Oeh, maar wat dan nu? Maar je wordt hier een bepaalde hoek ingeduwd die niet bij jou past. En daardoor krijg je wel dat inzicht. Voor anderen zitten we in een langetermijn relatie bijvoorbeeld. En is er nieuwe liefde binnengekomen. Deze keizer, oppermannelijke energie, vaderfiguur, baas, een leider, gestructureerd persoon. Hier ondersteboven, dus wel een beetje in de controle. De koningin van staaf hier ondersteboven, een onzekere koningin. En de zegenwagen, manipulatie, emotionele chantage. Is er nieuwe liefde binnengekomen? Heb ik de partner die hier wat dwarsboomt? Die chanteert ten opzichte van de kinderen. Die de boel een beetje misleidt en manipuleert hier. Het is tijd voor een heel nieuw begin. Het is tijd om de dromen na te jagen. Er zijn wat obstakels die hier op de weg gegooid worden. Maar aangezien dit het advies is, heb ik zoiets van... Het is wel tijd om die obstakels aan te pakken, om daar iets mee te doen. De sprong te wagen. Je droom achterna te gaan. Daar gaat de wereld van jezelf of dan wel anderen op zijn kop gooien. En als je hier iets niet vertrouwt, heb ik het gevoel dat het universum ervoor zorgt dat je het inziet wat er niet te vertrouwen is. Waardoor je het los kunt laten. Oké. En verklaar dan de uitkomst. De hoogpriester, de aas van pentakels en de gematigheid. Voor sommigen betekent dit inderdaad langzaam maar zeker. En de 8, de 9 en de 10 van staven. Het einde van een zware vermoeiende cyclus. Waarbij je het gevoel hebt gehad alles alleen te moeten dragen. En maar blijf gaan tot het je weer neervalt. Voor sommigen is deze toren een burn-out. Waardoor je inziet van oké, ik wil het op een hele andere boeg gooien. Het kan zijn dat dit al lang gaande is, maar dat je dus nu inderdaad inziet van ik ga niet meer terug naar daar. Ik wil iets volledig nieuws. De 8, 9 en 10 van staven achter elkaar is precies een soort van stroomversnelling. We zijn al een tijdje die zware vermoeiende cyclus aan het afronden en ineens gaat poef paf. We zijn 3 jaar dit al aan het voorbereiden en ineens in 3 dagen is het gedaan. Zo voelt het. Ik heb nog steeds tijd en geduld, dus het is niet morgen. Het is ook niet 1 september, maar dit is wel een stroomversnelling. Met de 8 van staven, hier wordt gecommuniceerd. Hier gaan we vol gas vooruit. Dus de kleine 8 granen van de zegenwagen voor mij. Dus bewegen, reizen, verplaatsen. Ja, een beetje bang hartje met de gewonde strijder. Het is moeilijk om los te laten wat we hebben opgebouwd. Want bloed, zweet en tranen heeft het je gekost. Maar we zijn hier wel klaar voor een volgende fase met de 10 van staven, het einde van een zware vermoeiende cyclus. Dus hier wordt wel gecommuniceerd over het einde, over deze vermoeiende cyclus, richting een nieuw begin, vol gas vooruit. Met de aas van zwaarden, dit is apart. Van de ene kant wordt erover gecommuniceerd, van de andere kant zwijgen we erover. Dus misschien praat je erover met vrienden, familie, van oké, dit is wat ik wil en die kant ga ik op. Maar tegen de werkgever zeggen we nog even niks, pas op de plaats. Het is nog niet het juiste moment. Want we moeten nog water bij de wijn doen. We moeten nog een compromis vinden om een contractbreuk te creëren. Maar ondertussen heb ik hier wel al stappen zetten. Communiceren over dit nieuw begin. Het tastbaar nieuw begin. Ja, we weten wat we willen, maar we laten het even rusten voor nu. En na die rustpauze zijn we klaar voor de strijd. En dan heb ik de wereld en de dood. En de magier. Waanzinnig. Ik kan het bijna niet verwoorden hoe belangrijk deze afronding is van karmische einde. Een cyclus van 20 jaar, 21 jaar. Een oude jij die hier afbrokkelt voor een nieuwe. En je hebt alles in eigen hand. Voor de ene is het 20 jaar in loondienst en is het nu tijd voor zelfstandig.
De andere is een langere termijn connectie dat hier beëindigd wordt voor een heel nieuw begin. De andere is het weer een beeld van jezelf dat hier afgerond wordt. Naar, maar eigenlijk ben ik helemaal geen slachtoffer van dit leven. Ik heb alles in eigen hand. Ik kan alles. Nice. Dus, dat is al een tweede keer dat ik die pakte, dat ik die niet moet hebben. Een nieuw begin, tastbaar en concreet. Met tijd en geduld een beetje water bij de wijn doen. Voor een contractbreuk, voor het einde van iets dat stabiliteit op de langere termijn was voor jou. Einde. We houden het nog even voor ons, maar tegelijkertijd communiceren we wel met anderen. Hier gaan we vol gas vooruit. Wat is het? De boodschap van het universum. Deze volle maan. De koningin van Kelken. Absoluut vissen energie. Luister naar je hart. Intuïtieve inzichten waarop je kunt vertrouwen. Vertrouw op je gidsen. Vertrouw op de stemmen die je hoort in je... durf je gidsen te vragen. Vaak krijg je al... Ik heb dat de laatste tijd wel. Of al lang, sinds ik met die kaarten bezig ben. Als ik een vraag stel, dan wat moet ik doen? Ik krijg het antwoord. Het voelt als mijn stem. Maar ik weet dat dat is het engeltje. Ik heb het engeltje en het duiveltje. Meestal hebben we dat allemaal. Maar ik weet wel wat het engeltje mij te vertellen heeft. En luister daarna. Voor anderen zorgen misschien iets te veel. Hier is de lat te hoog gelegd. Hier is de druk te zwaar. Laat het los. De gehangene vissen energie nog een keer. Kijk eens op een andere manier naar de situatie. Omhels je eigenheid, een tijdelijke onderbreking van actie. Geef je over als je het even niet weet. Laat je hangen in limbo. Dit is het moment om dat te doen. De inzichten komen vanzelf. Bekijk het van alle mogelijke perspectieven. Zeker ook vanuit het spirituele, het hogere. Kijk naar het grotere plaatje. Dit heeft alles zo moeten gebeuren. Goed, slecht, lelijk. Het heeft zo moeten gebeuren om jou te brengen tot waar je nu bent. Om jou klaar te stomen voor dit nieuwe leven. Er is hier iets volledig afgerond. Je bent uitgeleerd, uitgegroeid. Je bent geslaagd. Klaar voor de volgende level. Een nieuw boek. Een nieuwe jij. Dus geef je over. De gehangene kan spreken over een opoffering die daarvoor plaats moet vinden. En die opoffering heb ik wel in geld, status, macht, positie. Een opoffering om los te kunnen breken. Om niet meer om uit die vastzittende energie te komen. En de aas van staven. Het is tijd om in actie te komen. Wees onbevreesd en jaag vol goede moed je grootste dromen na. Geweldige carrière mogelijkheden. Het kan zijn dat er hier jou hier iets aangeboden wordt waardoor je denkt, oh ja, daar kan ik er misschien wel bij doen. En dan val je neer en denk je, nee, dat is veel te veel. Dit is eigenlijk de droom die ik wil, dus ik laat een ander ding los. Dat kan ook nog. Dat jou hier iets wordt aangeboden. Waardoor je moet reizen, waardoor je moet verplaatsen, waardoor je je energie moet verdelen. En maar daardoor heb je ineens wel zoiets van, maar dat is wat ik wil doen. Dit is mijn levensmissie. En dat kan zoiets stoms zijn. Dat hoeft niet stom te zijn, maar gewoon iets kleins beginnen. Als je helpt een vriend of vriendin om zijn appartement in te richten. Gewoon dat je het leuk vindt. En terwijl dat je dat doet, denk je, maar ik wil styliste worden. Want dit is mijn, ik noem maar iets. Maar het kan gewoon door een goede daad te willen verrichten, krijg je hier ineens een klik van, ik ga een nieuwe richting op in mijn leven. Dat kan. Een nieuw talent ontdekken. Oké. Okay. Qua timing, wat mag ik nog weten? Qua timing, voor de komende periode, hou je hart open. En dat is de eerste kwartier in weegschaal, dus eind september. Belangrijk moment. Hou je hart open. Het is de uitdaging. Om open te staan voor het nieuwe. Om voorgas vooruit te gaan. Om ontvankelijk te staan. Oké. Okay. En dan de laatste boodschap voor deze volle maan reading. Oei, moet ik nog allemaal niet doen. Deze. Hoe kun je jezelf bemoedigen? Ik zei dat al aan het begin. Het is tijd om jezelf te geven wat je nodig hebt. Je lichaam vraagt om bepaalde dingen. Geef het wat het nodig is. Is dat rust? Is dat tijd voor jezelf? Bemoedig jezelf.
Wees lief voor jezelf. Wie of wat brengt je in verwarring? Ik heb hier iemand die de verwarring inderdaad creëert. Weet dat dat een spiegel is. En breng je leven op orde. Wat komt niet langer overeen met wie je echt bent? En deze was er ook, hè? Je doet het al. Denk niet te veel na. En hou je doel voor ogen. Je doet het al. Je zit al op het juiste pad. Als je begint te twijfelen, niet doen. Je bent op de goede weg. De obstakels zijn er niet per definitie om jou van het padje af te brengen. Eerder om de rest van de zaken op hun plek te krijgen. Zodat je hetgene wat je manifesteert zich kan ontvouwen. Ik ben heel benieuwd hoe dit voor jou persoonlijk resoneert. Dus laat me zeker iets weten. Ik ben altijd heel blij. En heel dankbaar voor al jullie berichten. Like, deel, abonneer. Klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Als je niet op de hoogte wil blijven, klik je gewoon niet op het belletje. Maar abonneren sowieso. Als je hier nog zit tot het einde, like het, dat duimpje. Dat helpt het algoritme, zodat meer mensen deze boodschap kunnen ontvangen. Ik wens je een magische volle maan. Een blauwe maan, een superblauwe maan. In vissen. Bemoedig jezelf. Luister naar je intuïtie. Creëer dit nu leven. Manifesteer het zonder enige vorm van angst. En sta open. Hou je hart open. Ik stuur je alle liefde en licht toe voor de komende periode. Ik dank je wel voor het kijken. En ik zeg tot snel.